Wacht, mijn voorbeeld dildo. Zit niet helemaal lekker. Eww! Jij hebt zo'n vieze poeptong. Check hoe vies haar tong is. Welkom bij Word ik er geil van. Het programma waarin wij kijken of wij geil worden. Van dingen. En daar gaan we inderdaad alles aan doen. Auw. Want wij gaan tot dat piepte, peutere, kleinerige kaboutergaatje. Je kan nog een keer. Hoezo? Ik vind niet dat je sprak. Nee? Jawel. Ga ik nog heel snel even plassen. Oké, dus jij wil dat ik die gebruik? Nee, ik gebruik hem wel. Voor mij? Ja, dat gun ik jou toch? Ja, maar ik mag toch mijn eigen dingen kiezen? Oh, wat denk voor jij jezelf? Ja, wat denk jij dat jij gaat kiezen voor mij? Nou, oké, nou, dan zijn dit onze wapens en deze gebruiken we allebei. Ja, maar jij moet er nog één kiezen. Vork. Ja, voor jou. Wat? Dit is voor mij. Oh. Ja, maar het gaat toch ook om een tong? Nou, neem jij dan die fucking vork? Ja, die was al voor mij! Ik zit te kijken of dit wel heel warrig was. Ja, dit was heel warrig. Dit was heel veel. Oh, ja. Het was echt heel warrig. Ja, dit was heel warrig. Ja, zet hem even uit. Gadverdamme. What the fuck? Onmenselijk. And severe eye irritant high. Jesus Christ. Ik kan totaal geen Engels. Voren. Iets meer naar rechts. Ja, en nu naar voren, recht vooruit. En dan kun je hem zo meteen met je mond voelen als je nog iets meer naar voren gaat. Doe maar in je mond. Lekker, hè? Ja, ja. Ik maar op. Ik denk dat jij even moet floten hierin. Ja. Oh. Oké, daar gaan we. Hoppakee. Kees, ja. Diva. Wat? Een soort van opbouw. Ja, jongens, applaus voor jezelf. Vraag even wat mijn punten zijn, denk ik. Oké, wacht, maar we kunnen dat ook gewoon in één tekstje doen. Oh ja, is goed. Dus doe jij maar dat hele ding. Ik heb 3 punten. Ja, de hele shebang. Oh, de hele shebang? Ja. Oké. Ik wil alleen de slagroom met het snoepje eten, maar echt niet de vis. Dat lust ik niet. Probleem. Ben er vanaf. Tim, je koudt niet. Nou, ik ben wel echt niet geil. Zit jouw seksleven in de sleur? Ja, of weet je gewoon... Huh? Heel normaal, doen. Presteren is gewoon normaal. Zit jouw seksleven in de sleur? Ja, of... Jezus. Zit jouw seksleven in de sleur? Ja, of heb je gewoon zoiets van... Ik ben op zoek naar iets zelf... Dat kan toch ook niet een promo? Huh? Oh. Het is een beetje ongemakkelijk. Ja. Love you. Met jou was het... Gewoon... Raar. Wij zijn jouw allerbeste vrienden.